Goedemorgen, ik ben wakker. Gisteren mijn vaccin gehad. Ik niet het idee dat ik per se koorts heb, maar ik heb wel iets van bijwerkingen. Mijn arm is veel stijver dan de eerste keer. Ik voel me niet helemaal lekker, zeg maar. Dus we kijken het aan. Zometeen komt de eierkamp, wat komt. Komt iemand om lampen op te hangen. Het is een belichting. Verder komen er vandaag 4 jongens die proberen die kast van Mila in de kamer te krijgen. En wat else? Kleed moet komen. Tuinman komt. Die komt in deze tuin en de oude tuin mooi maken. En daarnaast moet er gewoon gewerkt worden en zo, ja. Stuff needs to be done. Gregor gaat even midden naar de opvang. We waren om 5 uur wakker vandaag. Erg vroeg. Dus als hij haar gaat brengen, ga ik nog even 5 minuten liggen. Want my body can't handle. Oh, ik kan maar niet eens optillen om de camera uit. 10:15. Ik heb mijn oogjes net ingedaan. Moet even oplappen. Spierpijn. Even douchen. 10 uur is het tuinman daar. Oké, ik heb me enigszins aangekleed. Dan voel ik me wat levendiger. Het helpt. Dit is wat ik aan heb. Dit is jurk van Zara. Best wel een nette jurk, maar ik draag hem dus echt vaker thuis dan dat ik hem echt naar buiten draag. Ik weet niet waarom, omdat hij een beetje zwierig is. I don't know. Ik hou ervan. Oké, even opmaken. Foundation. Even oplopen. Mijn huid is ook echt niet je van het op het moment. Dat zal wel komen doordat we elke dag eten bestellen. Weliswaar mixjes van dingen, maar koken doen we op het moment even niet. En dat zie je terug in mijn huid. Kijk, wat een verschil. Je ziet het gelijk. Als we ook zo'n keuken hebben, komt het weer goed. Echt heel veel mensen om ons heen die dus zonder keuken zitten. Ik krijg in de comments al veel reacties erover, maar het is echt een ding. Omdat gewoon zoveel dingen niet leefbaar zijn. Dus we hebben allemaal kitchen free life, zeg maar. En het valt me nog best mee. Kijk, we hebben wel de luxe dat we in Amsterdam zitten en veel kunnen bestellen. Van ontbijtjes tot avondeten. En allerlei soorten keukens. Weet je, niet elke dag pizza, maar gewoon echt van alles. Dus dat doen we op dit moment. En anders doe ik de slow cooker aan. Dan gooi ik daar wat in. Het afwassen is alleen wel echt irritant. Afwassen is hier. Moeten we in de badkamer doen. Daar word ik echt niet blij van. Weet je wat echt leuk is van meer richting centrum wonen. Je kan echt alles bestellen. En je hebt van die, zeg maar, snel servicing. En ik ga de hele tijd doen we dat. Nu ook. Dan maar een vuilniszak nog bam bestellen. Een ginger shotje, een ontbijtje bam bestellen. Drinken, bekers, bam bam bam. Zo nice. Hey, ik zit dus echt serieus te kijken wat nou als we de trap zwart doen. Maar misschien een soort black wash of zo. Ik vind vooral met dit zo ineens een soort van, I don't know. Moet ik stofzuiger mee naar boven nemen of niet? Ja. Of heb je zoiets van ja? Nee, laat maar, die lampenman komt nog. Ja, daarom. Doen we daarna wel. Super Lotte mooi. Op bezoek. Die is aan het kijken. Hoeveel dingen worden er nu niet goed geleverd? Weet dat uit. Er blijft inderdaad een enorm tekort overal levering. Maar over de hele wereld, toch? Over de hele wereld, ja. En hoe ja. erg hebben jullie er last van? Ja, we hebben daar op zich best wel last van. Maar we kopen wel heel veel voorraden al in. Dat ja, we in ieder geval wat hebben. Maar het is een wereldwijd intens probleem. Ja, ja. Ja. Dus het is een enorm tekort. Nog steeds wat gevolgen van corona. Ja. Ja. Mm-hmm. Maar goed, wij proberen nu wel te verduurzamen helemaal. Dat we wel stoffen kunnen gebruiken. Voor die oh, dat is wel ja. Ja. Gelukkig, maar deze past echt super. Ja, joh. Maar ook die tafel. Wat vind jij van 4 stoelen? Eigenlijk met die babystoel erbij vind ik, wordt het een beetje veel. Ja, dan zou ik er gewoon 3 neerzetten. Maar goed, als op een gegeven moment Mila natuurlijk wat ouder wordt, ja, dan kan je hem switchen. Ja. Ja, of je gebruikt hem nog ergens. Nou, op het balkon hebben we er nu 2 staan. Ze zijn dus blijkbaar ook voor buiten. Dat wist je wel maar niet. Ja. Dit is gewoon polypropyleen, zeg maar. Een soort kunststof. Ja. Kan je ook buiten neerzetten. Wow. Oh, de lamp in de slaapkamer hangt. Kijk nou zo vet. Zo. In Eierkamp in de winkel zag hij er echt zo soort van bijzonder uit. Maar dan zie je hem hier en denk je, wauw, hij is echt nog zoveel vetter. Ja, echt. Echt heel cool. Kijk, deze hangt ook. In de babykamer zit nog geen lampje in. We hebben lekker een salade. Een sla. Theetje erbij. Er gebeurt hier van alles. Ja, mijn schoonmaakkunsten. Dat ook, maar ik bedoel, in het huis er komen steeds nieuwe vette dingen bij. Dus ja, ik doe het maar gewoon een beetje voor de vlog voor filmen. En dan voor Beauty Plus komt er gewoon een deel 2 op een gegeven moment. Ja.
jongens, ik ben zo moe. Ik loop de trap op, ik ben gewoon... En dit is nu na het vaccin, zeg maar. Kan je nagaan hoe erg mensen het hebben die zelf corona hebben? Want ik ben echt... loom, moe. Ik heb vannacht een beetje liggen beven, maar... Gelukkig dus niet dat ik nu echt kort heb, maar... Alleen is moe. Ik ben net rechtop zittend op de bank in slaap gevallen. Toen ging ik voor familie halen van de opvang. En die wil weer met de katten knuffelen. Het is zo lief allemaal. Kom maar. Ze is lief hoor. Kijk, zo. Zoals ik zo. Ik vind mij niet zo hard te fijn. Hi maar hoor, Mila. Ze blijft heel hard. Ik zie dit. Hé, hey, Mop. Liever met Siem knuffelen? Hé? Hey. Ja, Siem en Mila zijn iets meer matties met elkaar, zeg maar. Maar Nies moet er niet zo heel veel van hebben en dat weet ze gewoon. Nies is gewoon een oude grumpy cat. Ja. Lekker naar Siem toe. Kijk er nou staan. Zo'n grote meid ben je. Nee, zo'n grote meid. Kom hier lopen al. Goed zo, schat. Van de bank op papa. Oh. Inmiddels eet Mila gewoon eigenlijk met alles mee. Ja. Is lekker. Lekker? Je krijgt nog mee. Ik krijg nog mee. De salade. Gisteren had ik een kinderportie van iets besteld, maar eigenlijk kan ze gewoon elke portie mee eten. Kom maar, schat. Je krijgt een beetje bloemkool, een beetje ei. Die jalapeno, die mag je alleen nog niet. Ja. Oh. Miliaatje. Mila eet nu zo goed mee met de pot. Ze heeft zelfs sambal gegeten. En chilivlokjes, heel klein beetje hoor. Maar ik dacht, ja, even kijken wat er gebeurt. Maar het was alleen maar meer. Mag nog meer. Net als met die limoen dat ze zo deed. Met die citroen, dat zo. Nog meer. Dus het is wel een trooper hoor, wat betreft eten. Mila de nieuwe lampen laten zien, hè. Ze zijn nog niet, zeg maar, er zit nog geen ding onder. Maar kijk, ze zijn van een soort rubber. Er moet ook nog zo'n plaat om hebben. En er zit geen lamp nog in. Maar zij heeft hem zelf ook. Heb jij een echte eigen lamp? Een eigen kamer met een eigen lamp? Ja! Ja! Leuk hè, Mof. Die is mooi hè. Dat is een mooie lamp. Dat is een mooie lamp. Lamp. Is echt zo mooi. Oh. Ja! We hebben even de tv tijdelijk laten ophangen. Want er komt dus van de woedop erachter en een nieuwe tv. Maar we hebben voor nu even deze weer hangen. Want ja, eer dat die nieuwer is, zijn we ook alweer 2 maanden verder. Ja, hij staat alleen wel ver naar voren, maar dat komt omdat we hebben dat zo'n tv-haak op de muur laten maken. En die is eigenlijk, moet je dan naar links of rechts doen, maar dan hangt hij niet in het midden. Dus laat maar doen hem zo. Willen jullie echt de grootste fail ever zien? Behalve dan die 2 kleuren die niet kloppen. Ik ga die in de slaapkamer laten zien, de kast. God, let op guys. Weet je nog dat we daar die rand hadden en dat we zoiets hadden van, waarom is dat? Oh, dat is voor het gordijn. Zodat het gordijn er tegenaan kan. Dus er komt hier een gordijn voor. Zo, helemaal perfect. En die komt dan hier. Wacht even, waar gaat het gordijn dan hierheen? Ja, Lucia had hem dus wel mooi ingetekend. Dat de kast tot hier zou komen. Maar hij is tot de muur gemaakt. Met als gevolg dat het gordijn daar niet in kan. Maar je zou denken, dan doe je maar toch tegenaan. Maar zelfs dat kan niet, want die steekt uit en dan heb je hier een gat. Ook al zou je willen, krijg je hier een soort van raar gat. Dus dit is echt fantastisch. Dus wat gaan we nu doen? Waarschijnlijk wordt die kast dan vermaakt, dat stuk. Want dat is wel echt wat er is afgesproken dat er gemaakt wordt. Dat is gewoon fout. En verder, wat dan meer? Oh ja, de Japanse wc boven doet het niet goed. We hadden zo'n Japanse wc, weet je wel, die je kont wast en zo. Maar dat ding werkt niet goed. Spoelt niet goed door. Dus hij staat zomaar op ventilatorstand als je binnenkomt en zo. Dat zijn slechts een aantal van de dingetjes. Trouwens, ik moet zeggen, de blauwe muur is growing on me. Zeker in combinatie met deze en dan zo. Ineens begin ik hem te voelen. Ja. Eigenlijk zou het keep-off kleed hier moeten, maar dat gaat nooit passen. Hij zou zo moeten, maar als we dit zo zien, dan hebben we echt, zeg maar, dat kleed is 2 keer 3 meter.
En wij denken dat het komt dat de kast eigenlijk ietsje groter is geworden dan ingetekend was. Wat op zich niet heel erg is, maar... En zo zijn er nog 101 miljard miljoen. Je had echt het allerirritantste aan geen keuken hebben. De afwas. Want die gebeurt nu in de badkamer. Nee, niet ideaal. Doe het gewoon in de wasbak. Ja. Het is niet anders, hè? We hebben toetje besteld bij Dunkin' Donuts. Lekker. Ik heb het een klein beetje opgeruimd hier, voor zover dat kan. Ik heb 2 chocolade donuts op. Ik ben very ongesteld. Ik moet alleen nog even met die snackzak. Dat is gewoon jumbo tas nu, maar dat moet ik even in een kratje of zo. Ja. Oké, vaat gaat zo mee. Kleed gaan we morgen uitrollen. Eerst even de vloer goed doen. En nu editen. Oké, guys, ik ga de vlog afzetten. Ik heb een beetje zitten werken hier. Wel rusten. Oh, bedankt voor het kijken. Tot morgen. Bye.